Hallo RTV Rijnmond, willkommen in Österreich. Ja, het zijn gastvrije mensen in Oostenrijk, in Tirol om precies te zijn. Vinters, een populair wintersportgebied, maar ook in de zomer is het hier prima toeven. Sparta verbleef in het plaatsje Nauders, vlakbij de grens met Zwitserland en Italië. Het hotel was maar wat blij met de komst van de kerstvers eredivisionist. En die warme gevoelens waren wederzijds. We zitten echt heel goed hier. Heel mooi hotel, tussen de bergen. Aan de grens van Italië en Zwitserland, dus ja, we zitten goed, hè. Voor David Mendes da Silva is Oostenrijk geen onbekend land. Hij speelde 3 seizoenen voor Red Bull Salzburg. Vertrok toen naar Griekenland en keerde deze zomer terug bij de club waar het voor hem allemaal begon. Ik ben een paar straten verderop geboren. Ik heb ruim 13 jaar gevoetbald. Ik was al 7 jaar was ik altijd in het oude kasteel. Dus ik ken mensen van de club. Het voelt zeker als thuiskomen. Ik kan me niks anders bedenken dan Sparta als thuisclub. Eigenlijk had de routinier al een punt achter zijn voetballoopbaan gezet. Hij ging zich richten op het trainersvak. Maar hij kon het voetbal nog niet missen. Op fysiek gebied moet hij nog wel een slag maken. Daarom traint hij in Oostenrijk individueel of met een kleine groep geblesseerden en spelers van Jong Sparta. Maar fit of niet, als ervaren man verwacht hij een belangrijke rol te kunnen spelen. Ik heb een hele lange carrière achter de rug. Het is een jonge ploeg. Dus ik kan sowieso mijn ervaring kan ik overbrengen naar de jonge jongens. Het is een hele jonge groep. Een paar oudere jongens. En die zijn toch de rolmodels. Dus het is een hele belangrijke rol, denk ik. Bij zijn vorige club, Panathinaikos, werkte Mendes da Silva een halfjaartje als assistenttrainer. En met het trainersvak wil hij zeker verder. Hij kijkt daarom op het trainingskamp ook nadrukkelijk naar hoe Alex Pastoor werkt. Alex is ook een trainer die veel communiceert. Dat is heel fijn. Hij weet wat mijn toekomst is, dus zo nu en dan geeft hij ook wel eens, dan praat hij over bepaalde dingen. Dat zijn allemaal tips voor mij. Maar dat is voor de toekomst. Eerst maar eens genieten van het hier en nu. Ik ben tenslotte aan het einde van mijn carrière, dus misschien is dit wel mijn laatste kamp. Weet je? Het is eigenlijk het mooiste wat er is, weet je? Om dagelijks met je teamspelers te werken. Het zijn maar 8 dagen, dus we hebben een topbaan en ik geniet eigenlijk elke dag hiervan. Craig Goodwin. Adelaide, South Australia, Australia. Adelaide United. Left winger. I think the language is a little bit difficult to learn. Some of the sounds are quite difficult, but I'm learning every day and me and a couple others are taking lessons, so it's not too bad. Huhathet. And prima. I honestly have no idea. I worked at KFC before I played football, so. So you would have fried chicken? Maybe. Tussen al het trainen door is er natuurlijk ook ruimte voor wat ontspanning. Of nou ja, ontspanning, raften is hard werken. Ja, kapper. Ik heb er zin in. Ik heb het al 1 keer gedaan. Ja. Het was een iets rustige rivier, dus ik ben benieuwd. Ja, dat is mooi. Het is een leuke ervaring. Ik had het nog nooit gedaan, dus we hebben gelachen. Het is leuk om tussen de trainingen en wedstrijden door ook een keer iets leuks te doen met het team. En het was een geslaagde dag vandaag.
3, 2, 3. S-P-A-R-T. Wat is het verstoken? Dat is misschien meer zang. S-P-A-R-T-A. 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 Pinto, Florian. Je suis né à Creil, en France. J'ai été formé à Monaco. Je suis parti à Sedan, à Avignon, au Havre et à Châteauroux. Latéral gauche. Bien de C. La langue c'est très différent. Ich bin Florian, ich bin Viren Quinter, ich habe N. King. Un pompier. Canal Plus. RTV Reichmond. Raymond. Jarenlang gingen de reisjes van de Sparta-supporters niet naar Oostenrijk, maar naar Emmen, Sittard en Groesbeek. De promotie naar de Eredivisie voelde niet alleen voor de spelers en staf, maar ook voor de supporters als een enorme opluchting. Op een x-moment bij die stadionnetjes in de Jupiler League komen zag je je keel uit. Om de uitwedstrijden dan reed je soms terug, dan dacht je, waarom doe ik SM met mezelf? Ja, waar beginnen we aan? Maar ja, dan komt dat bloed weer tevoorschijn en dan ga je weer. Voor een reisje naar Oostenrijk hoeven de fans zich zeker niet op te laden. Ik had een weekje vrij, nu wel meerdere weken vrij, dus een mooie gelegenheid om er naartoe te gaan. En mijn vader die kon ook een paar dagen vrij nemen, dus met z'n tweeën hier naartoe. Moet daar dan nog over onderhandeld worden als je met het voorstel komt, laten we Sparta achterna reizen naar Oostenrijk? Nee, daar heb ik weinig voor nodig. Zowel vrouw als dochter die zijn ook knettergek op Sparta, dus het hoort bij ons gezin. Ik kan het combineren met mountainbiken, wat we ook nog gaan doen deze week. Dus dan is het helemaal ideale vakantie eigenlijk. En dan op tijd weer naar huis om op 7 augustus de eerste competitiewedstrijd mee te maken tegen Ajax. En die zullen er gelijk aan geloven. Want die gaan een tuiltje in. Met de Rotterdamse brani zit het wel goed. Ja, zo hoort het toch ook. Dat is het enige waar we een beetje van Feyenoord gepikt hebben. Ik ga ze straks de eerste wedstrijd spelen tegen de club uit 020. Daar gaat het in de voorbereiding niet zo goed mee. Nou, dan lijkt het een hele mooie start te kunnen worden van de competitie. En als we dan zonder na-competitie kunnen handhaven, zou het helemaal mooi zijn. En nu Bart Vriends. Dit is die dan. Bart Vriends, de nieuwe aankoop, overgenomen van de Go Ahead Eagles. Hij is gehaald als een belangrijke versterking, maar ook in Oostenrijk vindt Bart Vriends zichzelf nog steeds vooral bij de reserves terug. Hij begon niet helemaal fit aan het trainingskamp en dus klaagt de verdediger daar ook niet over. Want als je in de voorbereiding nog geen minuut hebt gespeeld, is dat niet meer dan logisch. Ik heb een scheurtje in mijn dijbeen opgelopen, eigenlijk in de eerste trainingsweek al. Ik heb al redelijk snel best wel veel gedaan, maar heb toch een stapje terug moeten doen omdat het toch om een scheurtje bleek te gaan. En nu ben ik eigenlijk aan het eind van de rit en van mijn blessure, dus ik verwacht zo snel mogelijk weer aan te sluiten. En dan is het geduld hebben volgens mij, hè? Ja, geduld begint wel op te raken ook. Dat het geduld op is, blijkt wel als Vriends samen met David Mendes da Silva een sprintoefening doet. Ja, wel een beetje zitten opvreten. Dat altijd maar gedoseerd moeten lopen. En als ze dan een keer mee mocht doen, dan beweeg je niet makkelijk of doet het ergens pijn. En nu, gisteren was voor het eerst dat het los was. En dat ik er niet meer over hoefde na te denken of zo. En ik ben echt nooit geblesseerd ook geweest de afgelopen 3,5 jaar. Dus het is ook een nieuwe, of iets waar ik doorheen moet. Maar een kleine kreet kon ik niet laten toen ik even kon aanzetten. Ja. Gelukkig blijft Vriends goed lachs en zorgt hij tijdens het trainingskamp ook nog voor een vrolijke noot. Ik doe geen optredens hier, maak je geen zorgen. Maar af en toe, ja, als ik zo'n pianotje zie staan, dan moet ik toch even op pingelen. En als er dan toevallig een paar ploeggenoten in de buurt zijn, dan
vinden ze dat vast leuk of stom, want het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind het wel leuk om te doen. Applaus voor Bart Vriends! Iván Calero Ruiz. Madrid in Spain. I played for Atletico and the last couple of years I played in England for Derby County. I can play anywhere around the striker, but probably my first position is left winger. I think it's quite similar than England, the weather and probably the food as well, so I think I'll be used to it quickly. Maclek, Hoot, Ikeb, I don't know, Ains, Bay, Dri. I know a little bit. I guess it's our pet, isn't it? Excellent. Tijdens de eerste twee wedstrijden van het trainingskamp bleef het grootste gedeelte van de A-selectie op de tribune. Dat was een bewuste keuze. Nou, we hadden zeg maar in het begin van de week ook wel kunnen spelen. Echter, we hadden natuurlijk op zaterdag al tegen Groningen gespeeld. Dan kan je dus niet meer op maandag. Dan had dat de dinsdag moeten worden. Zoals je weet, we werken in één groep. Dus ik wil graag iedereen minuten laten maken. Vandaar dat we gekozen hebben voor die verdeling. En dan is dit de opstelling tegen Augsburg. Met in het centrum dus Breuer en Van Drongelen. Nieuwkomer Pento als linksback. En El Azouzi in de spits. De eerste grote kans van de wedstrijd is voor Augsburg. Kaibi kopt de bal hier volgens sommige supporters binnen. Maar de bal is naast het doel van Roy Kortsmit gegaan. En dus blijft het 0-0. Sparta met Van Morsel. Een vlotte combinatie. Bal belandt bij El Azouzi. Overtreding op hem levert Sparta een vrije trap op. Zanussi gaat zich daarvoor melden. En via de onderkant van de lat is die Belg heel dichtbij. Maar de bal zit er dus net niet in. De Duitsers van Augsburg, vorig seizoen 12e in de Bundesliga, speelden met vlagen hard, bikkelhard, te hard, zoals in dit geval. Verhaar wordt hier heel vies geraakt door zijn tegenstander. Raakt daarbij geblesseerd aan zijn enkel. Moet gewisseld worden. Dus laat de schrik even om het hart bij alles wat Sparta is. Inmiddels is duidelijk dat die blessure van Verhaar lijkt mee te vallen. Augsburg dan wordt hier bijna geholpen door Kenny Dougal. Passeert bijna zijn eigen doelman. Dougal in de ploeg gekomen voor Van Morsel. Die ook geblesseerd naar de kant is gegaan. In de tweede helft dan zien we wel wat kansjes voor de Duitsers. Zoals hier Babadilla. Maar Sparta houdt Augsburg eigenlijk prima van het lijf. Komt nauwelijks in de problemen. Creëert zelf ook niet heel veel. Dit is een spelervatting. Een hoekschop in de slotfase van de wedstrijd. Die levert niets op. En dus blijft het bij 0-0. Een goede afsluiting van een week trainingskamp in Oostenrijk. En het was een mooie week. Heel even wat zeggen voor mij? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 13, 14, 15. Maar die überhaupt positiespel is wel iets. Wat ingefluisterd. Misschien kan het trainen. 16, 17, 18. Ik weet niet of je nog vragen hebt, maar ik ga nu weg, want ik bedrijf nou. Nog even. Okay. Eén vraag. 19, 20. Goede heimfahrt. Ja, dankjewel. Ik zeg tjus. 7 augustus, Sparta Ajax. Zet in je agenda. De eerste 3 punten zijn vast binnen. Bye. Tjus. Dat was. Tjus.